even eten, hoor. Na een dag hard werken. Gezellig, hoor. Uit eigen tuin. Alcoholisten mogen proosten met water. Wow. Oh. Oh, je bent alvast begonnen. Wat asociaal. Nee. Lekker. Nou, wat ik ook merk, ook bij jou wel eigenlijk vandaag. Ik ben eigenlijk best wel best een gevoelige jongen. Toch? Ja, dat vind ik ook wel. Ja, hè? Ja. Maar jij ook. Ja, maar over Koen dacht ik zelf dat je een beetje verlegen bent soms. Ja, ik denk dat ik nu gewoon wat bewuster nadenk of zo. Voordat je iets eruit flapt. Ja. Ik weet niet of dat zo goed is. Je moet flappen waar je wil, ja. Denk jij wel eens na voordat je wat zegt? Dan moet ik nadenken. Ja. Jij komt net uit een kliniek. Hmm. Jij zegt, voor jou is dat veranderd. Heb jij dat ook meegemaakt, dat je bent gestopt met alcohol drinken? Eerst heb ik 6 weken ongelooflijke rare toestanden meegemaakt. Ratten in de kamer en mieren die over mij liepen en het plafond en naar beneden kwam zo afkikken, hè. Ja. Maar ik heb het alleen gedaan, hè. Ik heb, van de alcohol? Was dat zo heftig? Dat was enorm heftig. Zes weken heb ik raar gedaan. Hallucinaties en zo? Hallucinaties en zo, ja. Wow. Ik was bang dat ik anders of niet meer zou kunnen schrijven. Omdat ik altijd onder invloed van drank had geschreven. Maar het is niet gebeurd, gelukkig. Dus ik kon gewoon doorgaan en schrijven op dezelfde manier. Ja. Is je zelfbeeld ook veranderd? Nee. Daarna? Er is eigenlijk niks veranderd, behalve dat ik me lichamelijk veel beter voel. Mm-hmm. Ja. Maar in mijn geest is er gelukkig eigenlijk niks veranderd. Maar als je zoveel drinkt, dan moet er toch ook een... Want wat dronk je op zo'n dag? Een fles port, een fles whisky en 15 glazen bier. Voor de dorst, hè? Van die port. Ja, die port krijg je dorst natuurlijk. Ja, okay. En na het ontbijt? Maar op een bepaald moment dacht ik, het gaat te ver. Ik ga pas beginnen drinken vanaf 4:30 's middags. Maar ik stond maar op om 4:00, dus ja. Na de eerste sigaret, ja, was het een glaasje port en zo, weet je wel. Ja. En zo die roes tussen de 12e en de 15e whisky cola, die vond ik fantastisch. Zo, nog net niet dronken, maar toch al iets binnen, weet je wel. Ja. Dan durf je meer, je bent minder verlegen enzovoort. Jij snapt dat wel? Nou, jij wordt losser, toch? Ja. Ik deed altijd op feestjes, maar toen sluipte het erin naar gewoon door de week. En voor ik het wist, nam ik een snuif bij mijn koffie in de ochtend. Ja. Ja. Ja, als je elke dag dat tot je neemt, je wordt zo naar eigenlijk. Egoïstisch en... Dat zeggen ze wel. Echt geestdodend is het. Kook dat dan, ego druk is. Ja, het is vreselijk eigenlijk. Ja, daar word je helemaal geen leuk mens van. Maar bij jou is er dus wel duidelijk een Koen voor en een Koen na. Ja, als je nu... dit is een van de weinige interviews dat ik sober ben, hoor. Ik meen het. Ja. Als ik ook dingen terugzie... zie je zoveel onrust, zoveel zenuwachtig. Ja. Ik ben nu veel... ja, rustiger. En bedachtzamer. Ja, daar moet ik een beetje een middenweg in vinden. Maar het is wel heel jong om mee te stoppen, hè, met alles. Op 28 ben je. Hmm. Dus jij wil eigenlijk adviseren nou, ja, om gewoon nog even door te gaan? Ja, door te gaan. Ja? 38 vind ik een goede idee. Ja. Kan jij scheid hebben aan wat mensen van je vinden? Ja. Ja, tegenwoordig wel. Ik bedoel bijvoorbeeld ook om uiterlijkheden of zo. Ik bedoel, je hebt best wel wat aan jezelf laten doen, toch ook? Ja, ik heb wel laatst mijn lippen eruit laten halen. Wat, je lippen eruit laten halen? Ja, nou, klaar mee. En weer terug laten steken? Nee. Andere lippen? Niks eruit gewoon. Dus zijn weer mijn eigen lippen. Een soort doorgereefde sekspoes was ik ineens. Ik denk, nou, nu eruit. Oh. Dus heb ik ze allemaal uit laten halen. Dus ik had fillers in mijn lippen en ik heb fillers in mijn jukband, dat heb ik nog wel. Ah, oh, ja. En een draad hier. Ja. 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 Hoe kijk jij daar tegenaan? Hij komt bij dezelfde arts. Ik wil proper zijn, schoon, hygiënisch, gewassen, geparfumeerd. Maar voor de rest mijn uiterlijk. Kijk, je hebt natuurlijk, als ze over mij spreken, is dat die met zijn lange haar, weet je wel. Ja. Het is ook een soort imago natuurlijk. Wat straalt dat dan uit voor jou, dat lange haar? Kijk, ik ben begonnen als schrijver. Hè?
Maar ik heb ook beslist om naar buiten te komen met die boeken. Dus om lezingen te doen, televisie te doen. Terwijl ik daar eigenlijk in het begin zeker niet echt voor geschikt was. Ik was verlegen. Ik dacht van, oh, weet je, iedereen staat naar me te kijken. Dan had ik toch wel een soort van gordijntje zo, weet je wel. Dat mijn gezicht een beetje verborg. Vandaar de lange haar wel, ja. Maar ik doe natuurlijk wel veel aan sport. Ik doe 200 kilometer per week op de racefiets. Ja? Met al het paffen? Ja. Zwemmen heb ik ook gedaan, maar dat kan niet omdat mijn sigaret telkens uitging. Als ik, Ik heb wel een elektrische fiets. Ja? Welk merk? Oh, dat weet ik niet. Dat was gewoon zo'n influencer deal. Ah, ja. Is dat elke dag dat je foto's post of dingen post? Of, Ja, ik post wel veel. Vind je het niet eng dat mensen dan zoveel van je zien en weten? Ja, mijn hele huis is leeggeroofd. In januari toen woonde ik er net 2 weken. Dus ja, had ik net zoveel laten zien waar ik woonde. Ja. Oh ja, dan moet je mee uitkijken. Ja, een week later was heel mijn huis leeg. Hey, en wonderlijk beroep is dat toch ook, dat influencer? Ja. Moet je dan soms iets verzinnen om te vertellen? Nou, nee, dat niet. Nee? Je hebt altijd wat te vertellen. Ja. Waar ik heen ga. Wat ik ga doen. En waar je vandaan komt. Ja. Dus je deelt de spullen die je in huis hebt en vervolgens de locatie waar je naartoe onderweg bent en hoe lang je weg bent. Ja. Je vindt het gek dat je huis is leeggeroofd. Ja. Ja. Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Ik vind het ook leuk. Ja. Er staat een lekker bedje op je te wachten. Ja.